Dames en heren, van harte welkom bij Muziekschool De Roos bij het tweede nummer uit het boek Tussendoor voor Keyboard deel 1. En dat nummer heet Sur le pont d'Avignon, op de brug van d'Avignon. Het is een foxtrot 80. Mocht u het hebben op uw keyboard, ik speel het met 17's French Hit. Ja, er zijn diverse Yamaha keyboards waar het woord French Hit op staat. Of iets waar het woord Fransen bij staat. En als het een vierkwartsmaat is, is dat een uitstekend ritme voor dit nummer. Het nummer is niet zo eenvoudig. Dat heeft te maken met die vis die erin staat. U ziet dat er een kruis aan het begin van de balk staat. Een kruis aan het begin van elke balk zelfs. En dat betekent, zoals u weet, altijd elke F wordt vies. Dat betekent dat elke F die in het nummer staat, dit is een F, wordt automatisch die zwarte toets die erboven staat vies. En waar leert u dat? Dat leert u halverwege de nummers 20 ongeveer, rondom de 25. Ik dacht dat het 26 of 27 was. Ook een nieuw akkoord, als u hem nog niet kent, en anders goede herhaling, het D7-akkoord. Die heeft u in de cursus geleerd, deze twee noten, de C en de D. Maar als u dat wilt en als u dat kunt, want sommige keyboards reageren daar niet goed op, kunt u ook het volledige D7-akkoord spelen. En soms doe ik dat per ongeluk, dat weet ik. Dit is het volledige D7-akkoord. D, C, A, vies. En ook hier een vies. En die vies speelt u met uw ringvinger. Als u die akkoorden wilt zien, staan ze op onze site. muziekderoos.nl. Daar staat bij akkoordenoverzicht een foto waarbij u de handen ziet hoe ze moeten worden gehouden. De vies, de A, de C en de D. En let er dan op dat de C niet doorgezakt is, maar dat hij een beetje mooi rond staat. D7. Heeft u hem gespeeld? D7. Als het goed is, ziet u in uw hoofddisplay ook D7 staan. Goed. Ik denk dat het een goed ding is om even de rechterhand even met elkaar te spelen, zonder dat er een ritme bij zit. Dan kunt u even zien hoe die moet. We beginnen met de duim op de G. Duim op de G. Zet u de duim maar even op de G. Oké. Ik krijg wel eens vragen over die bogen die erboven staan. Die bogen, dat zijn verbindingsbogen. En die betekent dat die noten bij één zin horen op het moment dat ik hem zou zingen. Mooi is als u, maar dat zult u in de toekomst krijgen met de muziek, dat als u zo'n boog klaar hebt, dus in dit geval na drie noten, dat u even de hand echt van de toets afhaalt. Net zoals een punt een kleine pauze in een zin geeft. Goed, we gaan samen spelen. Zet uw handen maar van C, D, E, F, G, die 5. En we beginnen met de duim op de G. Ik tel 4 tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. A, A, A. B, C, D, G, vies, G, A, T. En dat is lastig. Oké, we doen noot voor noot. We beginnen met die B. Die staat in de derde maat. Doet u maar. Ja? C met de ringvinger. D met de pink. Dan de G met de duim. Dan gaat u met uw wijsvinger over de G heen. En u drukt uw wijsvinger op de vies. U heeft uw hand een beetje teruggezet. En de volgende noot is een G met de derde vinger. We beginnen weer met die B. 2, 3, 4. B, C, D, G met de duim. Vies met de wijsvinger. Ik doe de metronoom aan. Dan gaan we samen spelen. Ik zet de metronoom 20 punten lager. Hij stond op foxtrot 80. Hij staat nu op 60. We beginnen samen te spelen. Alleen rechterhand. Laat de akkoord maar even zitten. 3, 4. G, G, G. A, A, A. B, C. Duim op de G. Vies. En schuif. Weer met de duim. Dus u moet heel snel uw hand schuiven. Derde vinger op de B. Duim, ringvinger, vies. octaaf hoger, dus de hoge G. Daar zit hij. En weer laag. A, A, A. Wij swingen. Duim. Oké, we gaan akkoorden erbij spelen, ook in dit tempo. Heeft u dat door met die lage noot en die hoge noot? Het is dezelfde G, maar dan 1 octaaf, dus 8 tonen hoger. 1. Oké, laten we eerst akkoord, G-akkoord, duim. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Swingen. Duim. Ringvinger. Octaaf hoger, hoge G. Duim. Wij swingen eroverheen. Heel leerzaam nummer, heel goed nummer. Sur le pont d'Avignon besluit het tweede nummer uit het boek. Dank u wel, graag tot ziens.